De wereld op zijn kop, zo zou ik het willen noemen. Ja. En normaal gesproken zou ik echt uit mijn plaat gaan. Nu. Ik doe het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Het is een beetje een gekkenhuis aan het worden. En daar moeten we dan kennelijk maar aan wennen. Aan het gekkenhuis. Want jullie hebben het misschien niet allemaal gelezen, maar ik heb het gelezen. Er is dus een Oekraïner in Rijswijk. Die zit in een, goed opletten, 4-sterrenhotel. Daar is hij opgevangen. Zit hij. Ja. En die is nu aan het klagen. In zijn 4-sterrenhotel. Zijn kamertje is niet schoon genoeg. Dat is één. En ten tweede vindt hij het eten niet zo lekker. Is niet gekruid genoeg, volgens meneer. Ja, ja. En die heeft nu even een brief geschreven aan de gemeenteraad van Rijswijk. Dat hij eist... Ja, nou vrienden, dat moet je horen. Kijk, hij zegt dus... Ja, alle andere asielzoekers, bijvoorbeeld statushouders, die krijgen voorrang. En die krijgen een appartement en noem het maar op. En ik niet. Nou wil hij dus voor de Nederlanders, wil hij er ook nog even tussendoor. Ja, de statushouders, daar hebben de Nederlanders al enorm veel last van. En nou wil de Oekraïner, die wil ook nog eventjes voorlangs, ook nog eventjes appartementjes opeisen. Want dat zegt hij, hij eist een appartement van de gemeente Rijswijk. Want zo kan het niet langer volgens hem. Nou ja, zeg vrienden. Hoe ver zijn we heen? En ik hoor niemand uit de politiek in Den Haag die daar iets over zegt. Dat het enige antwoord hierop is heel snel een vertaalboek erbij pakken. Oekraïens, ja. En dan gewoon opschrijven op een groot briefje. Inpakken en wegwezen.